De slachtoffers van de overstromingen van 2022 in de districten Marowijne en Brokopondo zullen allemaal een tegemoetkoming krijgen van de overheid. Hiervan verzekerde president Chandrika Prasad Santokhi de samenleving vandaag tijdens een Opoyari-toespraak op zijn kabinet. Het staatshoofd merkt op dat vooral voor Brokopondo een groot bedrag is vrijgemaakt en vele mensen al gecompenseerd zijn. Ja, in feite is voor het binnenland al goedgekeurd vorig jaar. Namelijk dat iedereen zich kon laten registreren om in aanmerking te komen voor die vergoeding. Voor wat betreft Brokopondo, daar is een heel groot geldbedrag vrijgemaakt. Dat is een speciale werkgroep voor Brokopondo in het kader ook van loss and damage. En dit, ik ben blij dat u deze vraag stelt. Want dit was het argument wat Suriname gebruikt had. Samen met andere Caribische landen. Van wereld, u heeft twee financiële componenten. Namelijk voor climate change financing is meer dan een paar honderden, meer dan 100 miljard zit erin. Amerikaanse dollar. Maar het is alleen bestemd voor als je je gebied gaat aanpassen. Bijvoorbeeld naar hogere delen gaat. Of je gaat mangroeven planten etcetera. Of je gaat andere soorten woning bouwen. Dat is adaptation. En tweede is mitigation. Het doen terugnemen van jouw uitstoot. Dat probleem heeft Suriname niet. Santokhi wijst erop dat bij de problemen als gevolg van klimaatverandering, zoals de overstroming van 2022, Suriname zelf voor de kosten moest opdraaien. Nu hebben de kleine landen in het Caribisch gebied samen een programma bedacht om verlies en schade bij natuurrampen op te kunnen vangen. Loss and damage ook opgenomen is. Nu gaat het geld vrijgemaakt worden. En hier is het risico. Als dat geld niet op je begroting stond, 2022, maar hebben geld van elders gehaald om loss and damage te gaan financieren. Dat hebben we gedaan. Het loopt nog steeds. Het proces gaat nog steeds. En de mensen die het nog niet gehad hebben, die moeten krijgen. Want er is een hele procedure wat je moet volgen. Dat wil zeggen dat geld is van elders gekomen, waardoor een ontwikkeling in een ander sector gestopt is. Waardoor die ontwikkeling niet doorgaat. Nu met een derde pilaar van loss and damage gaan we die middelen wel moeten krijgen om direct in te spelen. Want alles wat te maken heeft met adaptation en mitigation is een proces van jaren. Maar als die schade nu komt, als die harde regen nu komt, als die overstroming nu plaatsvindt, je nog kan wachten 1 tot 3 jaar voordat ik iets aan moet. De president benadrukt dat financiële middelen als compensatie voor natuurrampen direct vrijgemaakt moeten worden. Er is daarom een fonds in oprichting om deze gevallen in het Caribisch gebied op te vangen. Slachtoffers die nog geen vergoeding hebben ontvangen, kunnen contact opnemen met de departementen van regionale ontwikkeling en sport en openbare werken. Voor Brokopondo is een speciale commissie daarmee belast.